Als er nou hier uit is, om? Ja, die klaar. Nicely done, eh? Henry, lyk my hulle moet water in die emmer hou. Moenie water mos nie! Maar nu het gisteravond voor mijn stuurwiel gaan kopen bij Chinatown. Nee, een Sparco stuurwiel. En toen ging die stuurwiel voor hem nog 11 kilowatt bij. 15 kilowatt. En toen hebben we de eerste obstakel komt. Toen ik denk hij draait recht, zet hem de stering in zijn hand. Dat is nou als je van Woester afkomt, nee. Dan kom je nou Kaap, dan weet je nou hier. Wat is die Wiense worsies? En een roodkiel hoener. En ik weet niet wat als je. Maar kijk hier, hier is nog iets. Ja, bultong en wat is dat? Kaasjes en chocolates en die hele goed aan mij, bro. Kijk, haar man is gewoon goed vernieuwd, so misschien kan sy... Hallo toe, jy is lang al getrouwd, jy weet hoe werk hy goed. Luister, hy kan maar van, is gekookt, moet nie worry nie. Net voor de single Owens.
te ry. Wolde brein. Jy laat het so makkelijk lyk. Bou die spiele in, jong! JP! Hierdie fokke voor u. Thank you, Mr. Free. Let's get a quick cocktail. How did you do the optical day? And how do you feel about that? Baie gelukkig, Philip. Baie dankie, hoor. I'm not flipped, hoor. But this is for the SABS. With Burnco, of course. And would you look at that? That looks like my ex. Is he making his way? Oh, he just loved to spin those tires. That's got to be a Chevy. Just listen to that V8 roar. What points did you get there? We got 80 points. A well-deserved 80 points. Well-deserved. Confident 80 points. Uh-huh. Ford, both tough. Confident? Yes.
obstacle. Dis die Ewe Hein. Hein, vertel ek of ons, wat gebeur hier vandag? Ons varkens dag wat hulle reël elke jaar, charities en so. En ons doen hom net hier so obstacles, doen elke jaar obstacles, derde of vierde jaar. Derde jaar, dink ek. En ons probeer nou maar altijd een obstacle, want ons een beetje technisch aan die ding is, die boordsport, en ons hou van die rijwerk. En die boorde algemeen tamelijk op. Dit klink goed, dit klink baie goed. Ek kan sien, die werk is tamelijk uitstaande. Wat behels Burnco als? Ek is met twee bezighede. Die Burnco paneelkloppers het begin in die 80s. So, pas 30 jaar uit toe. En dan doen ons net paneelklopwerk vir al die maatschappijen. Relaties, verandering, wat nog. En dan is het tweede in de Burnco 4x4. Daar bouw ons bumpers, bulbas, rocksliders, tank, light system, canopies, toen af te maken, suspensie, lightingbox, alles wat ik nodig heb voor de 4x4. Kan met de achterbij staan, de vinger, mijn dak, de eigen camper conversions. We doen ons alles, alles wat de bikecar is, zero is gaan doen, engine, alle weer. Ek het gesien, jylle borg tamelijk van die voertuig hier vandag, onder andere JP4E en Dino. Jylle het wel gevaar, hoe voel jylle oor dit? Baie trots, hier is nogal tamelijk karre met ons naam op nummer 1 en ek dink nog meer met ons producte op. As jy rond kyk, dan die ons het goed aan het draag. Ek wil hom net baie dankie sê vir al onze byname, betrokkenheid. En pligsgetroue ondersteuning in die 4x4 klub. Baie dankie. Die grijskop ook lekker praat oor die camera. Nee, dis nou wat gebeur hierso by die Welgelegen 4x4 klub. Meneer Jaco Linkskoten. Jaco, baie dankie vir jou betrokkenheid en dankie dat jy bereid was om die oom uit te help vandag. Groot plezier. Hoekom neem jy nie deel nie? Hoekom? En ek wil mense kom help hierso. Maar jy doen een baie goeie job. En dit is die natuurlijke habitat van een Land Rover. Hoi, wat is ons daar? Wees gaan vir ons. Dit is een... Haafjaf, moorsaf. Daar is een manier hier. Hoekom? Vanaf een hendrie, hy sal weet.